Je moet wel een beetje trainen, want ongetraind erheen gaan, dat heeft niet zoveel zin. Het regionaal politieteam Van to Cops doet in september weer mee aan de Pyreneeën Challenge. 3 dagen achter elkaar zullen zij fietsend of lopend bekende bergen bedwingen. Afgelopen zondag stapten ze alvast op de fiets, maar niet per se om te trainen. Tijdens een spinningmarathon haalden ze geld op. Het geld wordt gedoneerd aan de stichting Ride for Kids. Ride for Kids is een stichting die opgericht is door ouders die kinderen hebben met een energie-stofvertrekziekte. Als je meedoet aan de Pyreneeën Challenge, dan wordt minder meer van je verwacht om een bepaalde donatie te doen. Dus dat geld moet bij elkaar gaan, verzameld worden. En dat doen wij onder andere door deze spinningmarathon. Het team is opgericht door de politie en bestaat nu uit een groep van ongeveer 40 mensen. Niet alleen agenten mogen meedoen. Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich aansluiten bij het team als fietser, motorrijder of vrijwilliger. De meeste mensen fietsen, anderen lopen de berg op. Bekende bergen zoals de Tourmalet, de Col de Bisc. Het is 3 dagen lang, iedere dag een ander schema met andere bergen. En dat is een flinke inspanning. Samen strijden ze voor een goed doel. Geld inzamelen voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte. De groep kinderen die deze ziekte hebben, dat is toch een behoorlijke hoeveelheid mensen. Dat zijn ongeveer 10.000 patiëntjes die in Nederland alleen al zijn. Maar die groep is te klein voor de echte farmaceutische industrie om daar veel in te investeren. Dus eigenlijk is het een beetje een vergeten groep. En dat is wel erg triest. Die kinderen die worden over het algemeen niet ouder dan 14, 15 jaar. Dat is reden genoeg om die stichting extra te ondersteunen. Al 10 keer eerder haalde het team geld op voor een goed doel. Ook dit jaar loopt het erg goed. Er is tot nu toe al 2 ton opgehaald voor het goede doel. Er zijn een aantal mensen die nog acties onderorganiseren. Er worden meestal wat diners georganiseerd. En iedere deelnemer moet dus een minimale van €750 bij elkaar brengen. En er worden van allerlei acties georganiseerd door leden van de Van to Cops om aan dat bedrag te komen. Wie mee wil doen, kan zich opgeven via de website www.rideforkids.nl of www.pyreneeënchallenge.nl.